Precies 2 jaar heeft het geduurd en vandaag was het zover. De doorbraak van de nieuwe passagierstunnel onder het station. Nou, dat is een prachtige mijlpaal voor station Eindhoven. Want dat betekent dat we na precies 2 jaar klaar zijn met het gat graven waar de tunnel in komt. En de komende maanden gaan wij het laatste deel van de tunnel bouwen en dan is de ruwbouw klaar. De nieuwe reizigerspassage wordt 13 meter breed, met aan beide kanten winkels en horeca. Nu de overkant van de tunnel is bereikt, is het nu tijd voor de laatste fase. En dat betekent dat eind november de reizigers er voor het eerst doorheen zullen lopen. Dan is hij nog niet af, maar dan nemen we hem al wel in gebruik. En dan gaan we de oude onderdoorgang buiten gebruik nemen en die gaan we dan helemaal renoveren. Halverwege volgend jaar is het vernieuwde station definitief klaar.